Hoi, welkom en leuk dat je kijkt. Welkom bij de workshop Sociaal Leiderschap. Mijn naam is Bastiaan Bakker en ik ben de host bij deze workshop. Het ANO Fondsen Festival is het tweejaarlijkse festival dat voor en door de vier sectoren, provincies, waterschappen, Rijk en gemeenten worden georganiseerd. De fondsen initiëren en stimuleren initiatieven die bijdragen aan dat de overheidssector zich als geheel kan blijven ontwikkelen. Leren van en met elkaar op lokaal, regionaal en landelijk niveau is wat centraal staat tijdens deze week en wat we ook in deze workshop zullen gaan doen. Hier bij mij in de studio van Stage 2, David, welkom. Voordat we naar jouw verhaal gaan luisteren, wil ik iedereen thuis, als jij nu zit te kijken, vragen om zometeen, of eigenlijk nu al gelijk, lekker actief mee te gaan doen met de chat die aan de rechterkant zit. Hier aan de rechterkant bij de chat zit ook Mentimeter ingebouwd die we zometeen zullen gaan gebruiken. Karin gaf het net ook al aan tijdens de dagstart, maar stel goede vragen aan David. We zitten zometeen te wachten op lekker veel input vanuit jullie thuis. David, ik heb er zin in. Ik ook. The floor is yours. Yes, dankjewel. En fijn om hier te mogen zijn. Een beetje lastig communiceren, maar we gaan ons best doen via de chat en de Mentimeter. En ik wil eigenlijk meteen een vraag stellen waar we straks nog even op terugkomen. Ik wil jullie vragen, beste kijkers thuis, geef eens aan, wat voel jij nou bij sociaal leiderschap? En zet dat alvast in de chat. En dan ga ik nu mezelf een beetje voorstellen. Dan kunnen we dat straks behandelen. Mijn naam is David Sondorp. Ik werk voor Radaradvies. En eigenlijk wat ik daar doe is, enerzijds geef ik advies, geef ik ook trainingen. Ik heb het afgelopen jaar de leerlijn Sociaal Leiderschap mede ontwikkeld samen met collega's. En die leerlijn gaat eigenlijk over hoe kunnen we beter en waardegedreven leiding geven in ons werk. En leiding geven is meer dan alleen maar de formeel leidinggevende. Dat is eigenlijk overal zit dat leiderschap verbonden. Dus ook als jij geen teammanager bent, geen directeur bent of wat dan ook, dan zit er ook leiderschap in jou en ook sociaal leiderschap. En ik ben daarnaast ook improvisatieacteur. Dat doe ik wekelijks. En elke maand treed ik op. En ik wil je toch even meenemen op dat. Omdat het naar mijn idee heel goed ook een aansluiting heeft op sociaal leiderschap. Want wat vaak wordt gedacht van improvisatietheater is dat het regelloos is. Is dat je gewoon je gang gaat, et cetera, et cetera. Maar er zitten eigenlijk, en dat is heel paradoxaal, zitten de regels aan verbonden. Eén regel is, je gaat als je een scène speelt, als je op het podium staat, ga je eerst kijken, wat is nou de wie, wat is nou de wat is nou de waar? Je gaat die kaders voor jezelf stellen. Het tweede regel is, je accepteert altijd wat de ander tegen je zegt en bouwt daarop door. De derde regel, fouten maken is fantastisch. Het gaat niet om de fout die je maakt, het gaat om hoe je ermee omgaat. En hoe je eigenlijk is improvisatietheater het vieren van fouten. En vier, en dat vind ik eigenlijk de allerbelangrijkste. Als ik op het podium sta, dan sta ik daar meestal met 3 of 4 of 5 of 6 andere spelers. En ik weet dat als ik op dat podium sta, dat er 3 of 4 of 5 of 6 spelers mij altijd kunnen redden. Als ik het even vastloop, als ik het even moeilijk heb, als ik even niet weet wat ik moet doen. Het vertrouwen is immens. 5 is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We spreken eigenlijk elke keer voor elkaar af. Jongens, we zijn er voor het publiek. We willen deze avond mooi maken voor het publiek. Niet voor onszelf, niet voor ons eigen ego, voor ons eigen status. Het publiek moet de winnaar zijn vandaag. En 6, laten we plezier hebben vanuit licht en luchtigheid. En dat plezier in het werk, volgens mij begint het daarmee als sociaal leider. Als je geen plezier hebt, zeg maar, dan is het ook heel lastig om sociaal leider te zijn. En tegelijkertijd helpt sociaal leiderschap jou ook heel erg om dat plezier in je werk te hervinden, terug te vinden, et cetera. En om dat ook een beetje te laten zien, dat sociaal leiderschap gaat niet alleen over jou als leider die voor de troepen vooruit loopt, wil ik even een kort filmpje laten zien. Die zal ik even aanklikken. Waarop ik jullie wil meenemen, of een eerste beeld wil geven van wat naar mijn idee sociaal leiderschap onder andere ook is.
If you've learned a lot about leadership and making a movement, then let's watch a movement happen start to finish in under 3 minutes and dissect some lessons. First, of course, a leader needs the guts to stand alone and look ridiculous. But what he's doing is so simple, it's almost instructional. This is key. You must be easy to follow. Now here comes the first follower with a crucial role. He publicly shows everyone else how to follow. Notice how the leader embraces him as an equal. So it's not about the leader anymore. It's about them, plural. Notice how he's calling to his friends to join in. See, it takes guts to be a first follower. You stand out and you brave ridicule yourself. Being a first follower is an underappreciated form of leadership. The first follower transforms a lone nut into a leader. If the leader is the flint, the first follower is the spark that really makes the fire. Now here's the second follower. This is a turning point. It's proof the first has done well. Now it's not a lone nut and it's not two nuts. Three is a crowd and a crowd is news. A movement must be public. Make sure outsiders see more than just the leader. Everyone needs to see the followers because new followers emulate followers, not the leader. Now here come two more people, then three more immediately. Now we've got momentum. This is the tipping point and now we have a movement. As more people jump in, it's no longer risky. If they were on the fence before, there's no reason not to join in now. They won't stand out, they won't be ridiculed, and they will be part of the in crowd if they hurry. And over the next minute, you'll see the rest who prefer to stay part of the crowd, because eventually they'd be ridiculed for not joining. And ladies and gentlemen, that is how a movement is made. So let's recap what we've learned. If you are a version of the shirtless dancing guy, all alone, remember the importance of nurturing your first few followers as equals, making everything clearly about the movement, not you. Be public, be easy to follow. But the biggest lesson here, did you catch it? Leadership is over-glorified. Yes, it started with the shirtless guy, and he'll get all the credit, but you saw what really happened. It was the first follower that transformed a lone nut into a leader. There's no movement without the first follower. See, we're told that we all need to be leaders, but that would be really ineffective. The best way to make a movement, if you really care, is to courageously follow and show others how to follow. When you find a lone nut doing something great, have the guts to be the first person to stand up and join in. Ja, voor mij is hier zoveel essentie van sociaal leiderschap in te vinden. Dat betekent dat jij, we denken vaak in leiderschap als zijnde iets, een sterk figuur, hè, masculien. En je moet voor de troepen uitlopen. Maar hier zie je eigenlijk dat de leider is eigenlijk niet die eerste. Dat zijn die tweede en die derde mensen. Dat zijn de mensen die hun rol pakken en denken, hey, dit is een goed idee, laten we hierop op voortbouwen. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie thuis van leiderschap vinden. Dus kun jij daarin zeker. Ons even helpen? Ik zeker jullie in meenemen. Doen wat nodig is, flexibel zijn en ruimte geven aan anderen. Ja. Door houding, gedrag, maar ook door het helpen van mensen en het initiëren van sociale projecten een goed voorbeeld geven. Leiderschap waarin veel oog is voor relaties, samenwerken en gezamenlijkheid. Kijken naar sociale context en impact op mensen op de lange termijn. Mooi. Meer op de mens dan op de inhoud. En als laatste nog leuk om eruit te pakken is rekening houdend met de ander. Wat beweegt de ander? Wat beweegt mij? Hoe neem ik daar regie in met respect voor de ander? Dus waardegedreven, adaptief en voorleven eigenlijk. Mooi. Ja. Volgens mij allemaal raken zaken. Ja. En ook iets wat gewoon best wel behoorlijk ingewikkeld is. Ik ben naast dat ik adviseur ben, of een van mijn rollen die ik vaak uitoefen in mijn adviseurschap, is dat ik als interim manager word gedetacheerd bij klanten. En dan krijg je te maken met cijfers, dan krijg je te maken met mensen die sturen, dan krijg je te maken met regels. Hè, er valt iemand met ziekte uit, hoe ga je daarmee om? De regel is, we gaan dat niet vervangen. Ja. Hoe werkt dat dan, hè? In de dagelijkse praktijk wat je tegenkomt? Welke dilemma's loop je tegenaan? Nou, dat is
eigenlijk voor mij ook en voor al die managers die wij hebben gesproken in die leerlijn. Want ik was daar niet. Ik heb me daar nooit als de trainer gezien, meer als een facilitator. Maar echt samen in dat leernetwerk, hè, wat we waren, hebben die 50 managers uit het sociaal domein. Die hebben sociaal leiderschap eigenlijk verder gebracht. En ik ga met jullie vandaag eigenlijk twee zaken langs. Eén is jouw overtuigingen en sociaal leiderschap. Ik ga betogen dat sociaal leiderschap, dat het echt iets is wat bij jezelf begint. En dat is ook best ingewikkeld. Hè? Als je vandaag hoopt dat je bepaalde tips en tricks meekrijgt, of dat je bepaalde tools meekrijgt, natuurlijk speelt dat ook een rol. Maar uiteindelijk gaat sociaal leiderschap over de confrontatie met jezelf aangaan en van daaruit de confrontatie met je omgeving aangaan. Dat is wel iets wat heel duidelijk naar voren is gekomen. Het gaat over jouw gedrag binnen de organisatie en hoe kun jij jouw gedrag in lijn brengen met vaak toch jouw waarden en welke botsende waarden en overtuigingen kom je daarin tegen. Het tweede is dat ik een korte en veel te snelle samenvatting ga geven van sociaal leiderschap. Want wat we hier hebben gedaan, dit leernetwerk, dat was eigenlijk 13 bijeenkomsten lang. De helft een hele dag, de andere helft een halve dag. Echt ingegaan op en het doorgezaagd. Met elkaar kijken, oké, wat is sociaal leiderschap? Waar loop ik nou tegenaan? Wat vind ik nou ingewikkeld? En dat is helaas niet waar ik nu nog tijd voor heb. Ik zie dat ik nog 33 minuten heb. Er staat hier een hele mooie klok. En dat hou ik van u te goed. Maar laten we vooral afspreken dat als u denkt, dit vuurtje dat wakkert in mij aan, dat u vooral ook naar het ANO-fonds mailt en ook zegt, hey, ik wil hier mijzelf op doorontwikkelen. Hoe kan dat? Want het ANO-fonds vindt het heel belangrijk. Daar zijn ook kansen voor u. Even terug naar dat eerste deeltje waar ik het net over had. Overtuigingen. Je hebt altijd te maken met diepere waarden en overtuigingen. We gebruiken daarvoor in de bijeenkomst het model van Bateson, hè, van overtuigingen. Die zitten diep verscholen en de waarden en overtuigingen waarmee je te maken hebt, diep verscholen onder de oppervlakte. Maar uiteindelijk zijn dat de zaken die bepalen welk gedrag jij vertoont. En manager, als leider is het eigenlijk zaak, en daar gaat sociaal leiderschap met name over, om te kijken hoe kan ik die overtuigingen, want ik geloof oprecht dat de meeste mensen die in het sociaal domein werken, in de gemeenteland werken, die überhaupt werken, dat die dat het liefst doen in een harmonieuze, fijne omgeving waarbij de mens centraal staat. En dat dat eigenlijk bij heel veel mensen de diepe overtuiging is. Maar vaak kom je ook bepaalde overtuigingen tegen die daar juist haaks op staan. En daar wil ik even met jullie over hebben. Ik kan dat wel nu gaan uitleggen. Maar ik wil dat eigenlijk doen aan de hand van een Mentimeter. En die Mentimeter die opent zo. En ik wil eigenlijk met jullie de volgende stellingen af. De eerste stelling is, ik vind dat fouten maken moet kunnen op de werkvloer. En jullie mogen daar langzaam ja of nee op antwoorden. De code voor de Menti die staat bovenin. Ik hoop dat jullie inmiddels een beetje weten na die lange coronaperiode wat Menti nou precies inhoudt. Dus pak vooral je mobiel. De eerste uitslagen komen gelukkig al binnen. Ik zie het. Ja. Iedereen zegt ja tot nu toe. Ja. Ongelooflijk. Ja. Ja, lekker is dat. Wie had dat verwacht? Hè? Nou ja, ik heb me net laten influisteren dat je fouten moet vieren. Je moet eigenlijk vieren, precies. Dat is, ja. Dat is wat ik in ieder geval op het podium doe. En wat ik ook in mijn team echt probeer duidelijk te maken. Als er een fout wordt gemaakt, dan is dat een heel mooi leerpunt. En tegelijkertijd moet het niet alleen over fouten gaan, maar ook over de dingen die heel goed gaan. Nog even snel tussendoor. Ja. Je hoeft niet per se het platform uit voor Menti. Hij zit hier aan de rechterkant van de chat, zit hij ook ingebouwd. Aan de bovenkant waar het bordje chat staat, links ervan zit Menti. Dus je kan binnen het platform blijven. Mooi. Ja. Mooi. Ik zie al 29 mensen die hebben gereageerd. Het is toch ook lekker. Fijn dat ik nu weet dat er mensen zitten. In ieder geval 29 ja, man kijkt. In ieder geval 29 man. Ja. En dan gaan we naar de volgende vraag.
ik voel vaak dat ik mezelf geen fout kan permitteren. Ja of nee? Ja. Kijk, dit is alweer ietsjes verdeelder, deze antwoorden. Dat vind ik ook wel leuk om op die manier dat te zien. Eens. En ik, wat ik het interessante vind, is dat nee gelukkig bovenaan staat. Of ja. Is het, het begint een beetje 50-50 te komen. Ja. Maar bij die 50 managers in het sociaal domein was het echt 80% die zei, ik kan me geen fout permitteren. Nee, ja. Ik voel de druk. Ja. En hoe, hè, hoe weegt dat op tegen jouw eigen waarden en overtuigingen? Nou, dat zijn vragen die in zo'n leerlijn, in sociaal leiderschap kijken. We zijn op 50-50 inmiddels. Oh, kijk wat goed. Ja. Langskomen. Gaan we naar de volgende vraag. Ik vind het belangrijk dat teamleden zich gewaardeerd voelen. Teamleden, collega's, hè, vul in aan de hand van jouw eigen situatie. Ja. Ja, en ik ben hem nu natuurlijk een beetje aan het inkoppen. Want jullie zullen waarschijnlijk al ongeveer de volgende vraag kunnen bedenken. Wacht nog even tot iedereen heeft gereageerd. Ja. Even wachten op die ene nee, maar die zat er niet tussen. Gelukkig. Nee, hè? Die ene nee die zit er niet tussen. Die ene nee zat er niet bij. In team overleggen staan we zelden stil bij wat er goed gaat. Ja. Ja. Nee. Nou. Er is ook één neetje, dus dat is heel mooi. Twee zelfs. Ja, kijk. Ja, dit is ook echt veel gehoord, zeker in het sociaal domein. Maar ik begrijp dat dit is heel breed. Maar eigenlijk in de hele publieke sector, dat het toch te vaak gaat en blijft gaan over de dingen die mis zijn gegaan. Ja. Ja. En dat vind ik erg jammer, want sociaal leiderschap gaat juist over die menselijke kant van elkaar waarderen op wat er wel goed gaat. Ja, en het ook het team meenemen in de goede prestaties en de achievements en wat er allemaal wel lekker gaat. Ja. Ja, precies. Dan, ik vind een goede werk-privé-balans van mijn teamleden belangrijk. Of mijn collega's. Ja, ja, ja. Nou ja, we herkennen inmiddels denk ik wel een beetje een lijn in de vragen die ik stel. Dan ben ik ook heel benieuwd naar de volgende vraag. Ik stuur regelmatig mails naar mijn teamleden buiten werktijd. Nee, nee, nou mooi, mooi. Er zitten in ieder geval ook een paar eerlijke antwoorden tussen. Ja. Ja. Nou, ik vind het goed. Ik vind het goed. Hè. Er komt nu veel nee naar voren. Ook omdat ik toch nog vaak zie, ook in mijn praktijk, dat met name managers heel erg de neiging hebben om maar te reageren als ze daar tijd voor hebben. En dat is toch vaak in de avonduren. En daarmee een voorbeeld geven, onbewust. Hè. Dan kan je nog zo vaak zeggen, s'avonds zit je niet aan je werk, punt uit. Maar als je zo'n mailtje stuurt, geef je toch een voorbeeld van het maakt wel uit. Blijkbaar moet je doorwerken, moet je je werk afmaken. Ja, ja. Mooie ingebouwde tool in Outlook sinds een, ik denk een maand of twee misschien. Mm-hmm. Volgens mij, als je na 6 de mail verstuurt, komt een pop-up in beeld. Wilt u deze niet gewoon morgenochtend om 8 uur versturen? Precies. Ja, ja, er is dat is heel mooi. En daar ben ik ook heel blij mee. Tegelijkertijd is het meer symptoombestrijding. Hè? Ja. Want eigenlijk, als je echt lekker in je vel zit, stuur je gewoon geen mailtjes. Nee. Open je de volgende dag om 8 uur, 8:30, 9 uur je laptop weer. Ja. En ga je dan. Ik vind sowieso mail vind ik een interessant onderdeel. Als je echt sociaal leiderschap, er kwamen echt veel in die leerlijn veel naar voren van. Ik zit dan 's avonds, krijg ik een mailtje. En dan weet ik eigenlijk, ik moet deze persoon bellen. Ik moet hem bellen. Maar deze persoon kan ik nu niet bellen, want het is 's avonds. Dus doe ik het af met een mailtje. Is mijn checkje is geregeld, is er vanaf. En ik kan de volgende dag weer met een schone lei beginnen. Ik hoef niet te denken aan deze collega bellen. Ik hoef daar geen tijd in te investeren. En uiteindelijk weet je ook, dit komt bij me terug. Hè? Want een mail sturen is toch ook een mooi recept voor ruis. Maar toch doen heel veel mensen het. Toch de makkelijke route nog vaak is. Dus überhaupt, mailings. Ja, ik probeer het zelf in mijn praktijk zo min mogelijk te doen. En ik faal daar ook nog regelmatig in. Ja. Maar goed, dat vier ik dan ook weer. Hè? Als echte sociaal leider. Vanuit de chat. Kleine kanttekening bij deze vraag over het gedeelte werktijd. Ja. Yeah.
Lijkt niet echt rekening te houden met hybride werken en of tijd onafhankelijk werken. Ja, dat is een goeie. Ja. Nee, ja, klopt. Klopt. Ja, dat helemaal mee eens. Ja. Dus punt. Wat dat betreft, dan voor die mensen is die tool wel heel nuttig. Ja. Maar ik zou vooral mee aangeven dat er een groep mensen is in je team. En dat is ook een gesprek wat je kan aangaan in je team. Hè? Ja. Die stress ervaart omdat ze het idee hebben dat ze continu aan moeten staan. En het komt er vooral op neer, hou daar vooal rekening mee. Ja, dan is zo'n tool misschien wel handig, hè? Dat je wat later je mailtje kan versturen. Ja. Maar ik ben het er helemaal mee eens. Ja. Ik wilde eigenlijk hier groot, wat houd je nou tegen? En toen struikelde ik eigenlijk over de taal. En dat is best wel interessant. Kijk. Wat betekent het nou als ik zeg, wat houd je tegen om zeg maar dit wel te doen? En dat is ook de centrale vraag in die leerlijn sociaal leiderschap. Want het gaat over een aantal dingen. En het grappige is, als je wat houd je tegen in DT-vorm zegt, dan zeg je eigenlijk, er is iets externs wat mij tegenhoudt om dit te doen. Als je zegt, wat houdt mij tegen zonder DT-vorm, één dingetje verschil, dan internaliseer je het. Hè? Dan is het eigenlijk iets wat intern in jouw systeem zit. En dan tenslotte wilde ik daar nog aan toevoegen, wat hou je tegen? Dus er zijn ook dingen die jij zelf van buitenaf probeert tegen te houden, waar je je onbewust voor filtert. En dat is dit de gedachtegang waarmee we sociaal leiderschap zijn aangevlogen. En ik ga hem even met jullie kort door, hè, zoals ik al aangaf. Graag. Want dit is eigenlijk ons centraal modelletje, om het zo maar te zeggen. Het is heel lastig om in modelletjes te denken, maar hier gaat het over. En je ziet twee mini-zinnetjes eigenlijk staan. Is raakbaar, is mens. En dat is eigenlijk de centrale stelling van sociaal leiderschap. Het gaat er uiteindelijk om dat jij in een menselijke relatie zit met die anderen. Dat je niet stuurt op poppetjes, op cijfertjes. Dat je niet iets oplegt, sturend oplegt. Maar dat je kijkt van, hey, voor deze persoon, wat werkt er? Het wordt ook vaak gezien als situationeel leiderschap. Gaat het ook, daar heeft het enorm veel raakvlakken mee. Van, hè, wat is voor deze persoon die ik hier tegenover me heb staan handig? Is dit een persoon die erg behoefte heeft aan structuur, aan werken in een duidelijke planning? Of is dit een persoon die ik juist een beetje kan laten vieren en waar ik juist niet te veel bovenop moet gaan zitten of comprehensive afspraken mee moet maken, om het zo maar te zeggen? Dat is de menselijkheid erin. En dat is super ingewikkeld. Want wij hebben allemaal, dat vind ik zo stom, maar ook wel weer heel leuk. We zijn allemaal individuen met eigen patroontjes, met eigen ideeën, met eigen waarden, met eigen overtuigingen, waar ik het net over had. En dat botst nog wel eens. Ja. Gelukkig ook maar soms, denk ik. Precies. Het zou heel saai zijn als we alleen maar dezelfde dingen met elkaar leuk zouden vinden. Precies. Ja. En ik ga jullie nu even meenemen in de laatste 20 minuten door zeven onderdelen. En eigenlijk na elk onderdeel wil ik jullie ook vragen. Stel per onderdeel even in de chat zelf een vraag als je iets hoort. Denk, hey, hier heb ik mijn bedenkingen bij, hier heb ik mijn ideeën bij. Hè, sociaal leiderschap is boven alles ook nog best wel een containerbegrip, merk ik. Mm-hmm. Iedereen heeft er wel een idee bij. We hebben dat echt met elkaar in die leerlijn gedestilleerd. En echt gekeken van wat komt er nou uit. Maar ik geloof dat dit modelletje, dat nog niet het is, zeg maar. Dus dat er waarschijnlijk ook nog hele mooie toevoegingen vanuit u kunnen komen. Van wat is sociaal leiderschap? En zo maken we het ook eigenlijk samen. 1. Een sociaal leider neemt consistent een voorbeeldrol aan. Waar ik het net over had, hè, over die mails, over eigenlijk alles waar we het net over had, gaat over voorbeeld. Een voorbeeld geven. Er wordt wel eens gezegd, de enige top-down sturing die werkt, is voorbeeldgedrag. De rest is bullshit, om het zo maar te zeggen.
dus daar zijn de discussies over verdeeld. Maar ik geloof wel dat het het krachtigste instrument is wat jij als persoon hebt. Als jij je op een bepaalde manier gedraagt, zullen mensen ook sneller geneigd zijn om zich ook zo te gedragen. En belangrijk is dat je dat consistent doet. Er is een prachtig filmpje waar ik jullie nu helaas geen ruimte voor heb. Van Sinek. Hij is een beetje Simon Sinek is eigenlijk de grote goeroe op leiderschapsgebied op dit moment. Het is ook best wel een Amerikaanse, weet je wel, die filmpjes zijn een beetje Amerikaans ingestoken. Maar daar hebben we altijd wel een beetje toch afkeer van als nuchtere Hollanders. Maar ik zou u toch willen aanraden om daar eens naar te gaan kijken. Hoe heette die? Commit to Consistency. Gewoon op Google kun je het vinden. En het gaat erover dat jij als leider, net als bijvoorbeeld in elke relatie die je hebt, dat jouw relatie niet bepaald wordt door individuele enkele acties. Dus mijn vriendin waar ik al 10 jaar mee samen ben, die houdt niet van me omdat ik ooit 1 keer een bloemetje aan haar heb gegeven. Die houdt niet van me omdat ik haar ooit 1 keer uit eten heb genomen. Die houdt niet van mij omdat ik lieve woordjes tegen haar zeg. Nee, die houdt van me aan een opeenstapeling van gedragingen, van zaken die ik tentoonspreid, om het zo maar te zeggen. En dat is ook waar Sinek toe oproept. Als je als leider, wat je vaak ziet, is dat er heidagen worden georganiseerd. Hè. We gaan op de heidagen gaan we zeggen hoe we het allemaal moeten doen. En we gaan het zo veranderen, we gaan zo veranderen. We gaan de hele bestuurscultuur veranderen, om maar in wat meer landelijke termen te spreken. En dan kom je daarvan terug. En dan de volgende dag werken we precies zoals we voor die heidag hebben gewerkt. Nou, dat werkt obviously niet. Maar het is toch iets wat we toch te weinig doen. Daar begon ik net ook over. Hè? Die patronen, dat gedrag. Het is echt best wel moeilijk om echt een goed sociaal leider te zijn. Want het is super confronterend voor jezelf. Je moet namelijk echt naar je eigen gedragingen kijken. Dat is ook het enige wat je over het algemeen kunt veranderen als leider. Zijn hier vragen over binnen? Ja, zeker. Nou, het eentje die ik graag even met je wil bespreken en benoemen. Je kunt je niet overal altijd bewust van zijn. Je kunt vanuit je eigen perspectief en je eigen referentiekaders niet altijd het goede voorbeeld geven. Maar zit het dan meer in reflectie ook op je eigen voorbeeldrol? Ja. Nou ja. Ik denk dat je een behoorlijk eind kunt komen, hè? Met je eigen, met jezelf leren kennen, met je eigen patronen, met je eigen gedragingen. En het is ook niet erg, denk ik, en dat kwam ook wel uit die leerlijn, het is niet erg dat je die hebt. Het is alleen vooral handig als je daar bewust van bent. Ja. Zodat je ook vanuit menselijkheid met je teamleden, met je collega's kan aangeven van, hey, dit is mijn valkuil, hier val ik vaak in. En als dat zo is, geef het ook aan, weet je wel. Dan kunnen we ermee omgaan. Dus nee, ik ben het ermee eens. Hè. En dat is ook, vind ik soms best wel lastig aan sociaal leiderschap. We moeten oppassen dat het niet een soort absolute theorie wordt. Iets wat van alles is. En wat ook best wel veel weer druk op je legt. Want dat is ook helemaal niet de bedoeling. Het gaat juist om met een soort licht en luchtigheid ook in de wereld te zijn. Menselijkheid, om het zo maar te zeggen. Ja. Zijn er nog meer vragen? Nee, dit was wel de... Mooi? Ja. Dan gaan we naar de volgende. En dat gaat over luisteren. Echt luisteren. Wat heel leuk is dat we tijdens de leerlijn hebben we onder die 50 teammanagers hebben we een oefening gedaan. En ik heb eigenlijk gezegd, nou, ik ga jullie nu vertellen over wat luisteren nou precies betekent. Wat houdt het in? En jullie mogen een half uur lang nu opschrijven wat er in jouw hoofd opkomt. En het is super interessant. Sommige mensen hadden hele A4'tjes. Die waren afgeleid door een auto die achter me langs reed. Want er zat een raam achter me. Die vonden dingen niet interessant die ik zei. Die zeiden, ja, dit weet ik al. Er zitten in ons hoofd zitten gewoon enorm veel prikkels om afgeleid te raken. En eigenlijk kwamen we tot de conclusie, ja, er zijn 4 dingen die gewoon best wel ingewikkeld zijn daarin. Dat is 1, afleiding. Hè? Zeker in de huidige tijd worden we continu afgeleid door mobieltjes.
door Twitter, door Facebook, door wat dan ook. Het lijkt soms wel dat we misschien wel meer afgeleid zijn dan voorheen. Nou ja, de vraag is of dat is, maar die kans is tamelijk groot. Tweede is dat we al snel een oordeel hebben. Zeker ook omdat we als samenleving dat... In de samenleving is het belangrijk dat je ergens een mening over hebt. Zelfs als je eigenlijk helemaal niks van af weet, moet je daar soms een mening over hebben. Maar ook vanuit je rol. Hè? Dus managers voelen zich al heel snel in een rol gezet van... ik moet hier iets van vinden, ik moet hier een oordeel over hebben. Sociaal leiderschap zegt, nou ja, probeer dat eens niet. Probeer te vertragen, probeer juist die stap terug te zetten... en eens te kijken, wat is hier nou echt aan de hand? Valse verwachtingen, dus luisteren met het... idee van, ik ga nu even naar je luisteren, zodat je je straks weer goed voelt. Hè? Dus eigenlijk met een beetje manipulatief. En tenslotte autobiografisch luisteren. En dat gaat heel erg over luisteren en dan precies aanhaken op het moment dat je denkt, hier heb ik ook iets van te vinden. En eigenlijk stop je dan met luisteren. Dit is ook weer vanuit improvisatietheater. Is dat je heel vaak ziet dat als je een idee hebt op het podium... naar aanleiding van wat iemand zegt, dan hoor je de rest niet meer. Dus iemand kan een zin zeggen en je denkt, hier ga ik op reageren. En drie zinnen verder kan je daarop reageren. En dan reageer je op die eerste zin. En dan heb je geen idee meer wat er daarvoor is gezegd. Dat is autobiografisch luisteren. En dat is ook een belangrijke eigenschap van sociaal leiderschap. Zijn er hier vragen over of kan ik door? Nou, welke rol speelt regelmatig feedbackvragen van teamleden in het verbreden van referentiekaders? Ja. Als je ervoor luisteren hebt. Ja. Ja. Feedback. Ja, nou ja, volgens mij is dat vrij helder. Zelf neem ik daar echt elke paar maanden neem ik daar de tijd voor. Ik heb het voordeel dat ik vaak als interim manager ergens binnenkom. En ook dat ik regelmatig word verlengd. Hè? En ik vind eigenlijk, na een paar maanden word ik dan verlengd. En ik heb een enorme hekel aan managers die dan blijven kondigen. Nou jongens, ik heb goed nieuws. Ik mag blijven, ik mag nog een paar maanden door met jullie. Ja. En dan weet je, eigenlijk weet je dan als zo'n manager dat zegt... er zitten mensen die daar niet per se gelukkig in zijn, maar die wel tegen je zeggen... ja, leuk dat jullie leuk dat je dat doen. En eigenlijk probeer ik dan ook elke keer dat feedbackmomentje in te ruimen... en echt aan ze te vragen van, is het vertrouwen er nog voordat ik ja zeg op dat vervolg? Ook omdat dat vertrouwen zo belangrijk is. Komen we straks nog even op. Eén laatste, ja. Die hierop aanslaat. Ja. Maar hoe los je dat dan op als je de vervolgzinnen mist? Want we hadden net over het autobiografisch luisteren. Ja. Die eerste zin blijft hangen. Ja. Hoe los jij dat op als je improviseert? Geef je fouten toe. Ja. Ja. Eventueel excuses. Ik heb je niet gehoord. Ik was op een andere manier bezig. We zijn allemaal menselijk. We zijn allemaal niet feilloos, gelukkig. Nee. Het vieren van fouten. Het vieren van fouten. En inderdaad, het levert ook vaak hele grappige situaties op. Ja, lekker. Wat dan ook heel belangrijk is, want je moet ook plezier hebben in je werk. Een goed leider is ook coach en begeleider. En dat kan op teamniveau zijn. Dat kan ook op individueel niveau zijn. En hier is onwijs veel over geschreven, over gedaan. Dus ik neem even twee hele lichte puntjes die we in het leernetwerk hebben behandeld, neem ik even met jullie door. De eerste gaat over het teamgericht werken. En wat ik heel leuk vond, is dat ik heel veel dingen die daar links staan, dat ik die ook terugzie. Eigenlijk zijn de zes punten die ik in het begin noemde, zie je ook terug in hoe je als team zou moeten functioneren. Hè? Dus... het begint met een goede basis, een stevige basis van vertrouwen in elkaar. Het gaat over constructief met elkaar feedback kunnen geven. Het gaat over bepaalde commitment. Hè? Wat ik net zei, we willen dat publiek willen we verder helpen. We willen kijken of we voor hun een leuke avond kunnen organiseren. Het gaat over nemen van verantwoordelijkheid. Je is gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de scène, voor het idee. En het gaat over een gezamenlijk resultaat. Dat is eigenlijk de... Dit is de piramide van Lencioni trouwens. Ik zou zeggen, verdiep je erin. Het is best een interessant. Zeker als je nu met een team-issue zit, kan het best wel interessante inzichten teweeg brengen. Je ziet ook
rechts zie je eigenlijk de bedreigingen op zo'n op die piramide zie je heel duidelijk. Wat kan je tegenkomen? Veel te kort, dat weet ik, maar we gaan door. Een meer individueel iets gaat over systemisch werken. We geven in de leerlijn veel aandacht aan ook zaken die buiten je hoofd afspelen. En veel meer gaan over wat is mijn rol ten opzichte van de anderen? Waar sta ik ten opzichte van de ander? We hebben echt met organisatieopstellingen gewerkt. Dat doe ik niet, dat doet een professional, want het is best wel intens. Heb ik zelf ook ervaren. En dat gaat veel meer over wat is jouw positie in de organisatie? Wat is je positie ten opzichte van je manager? Wat is je positie ten opzichte van je netwerk? En dan echt letterlijk, dus niet in je hoofd. Ik denk dat er best wel wat mensen al ervaring hebben hoor, die hier meeluisteren, hiermee. Maar het is een super interessante wijze om coaching en begeleiding op een andere manier vorm te geven. Heel veel, we hebben letterlijk managers tegenover collega's dan gezet. Hè? Dus fictieve collega's die zeiden, nou, ik heb merkt dat ik een probleem heb met Anton. En dan gaat Anton op een bepaalde plek staan. En wat voel je nu ten opzichte van Anton? En wat voelt Anton ten opzichte van die manager? Nou, en het is interessant, het klinkt allemaal best zweverig, maar ik vond het heel inzichtgevend. Gaan we snel door, want misschien komen er straks nog wel een vraag die je verwachten. Maar jullie zien hier een blauwe beer verschijnen. En die blauwe beer die heb ik gecopy-paste uit uit Denver. Daar staat hij, tegen een gebouw aan. En die heet I See What You Mean. En dat gaat over het sturen op verandering. En echt van buiten naar binnen kijken. Ik ga hier ook wat sneller doorheen, want dit zijn ook theorieën die... er zijn heel veel theorieën. Werken vanuit de bedoeling. Stresssensitieve dienstverlening. Mobility mentoring. Kijken hoe kun jij gezamenlijk sturen op die verandering, op die inwoner. Die inwoner centraal zetten. En één belangrijk onderdeel daarvan is dat je vanuit je eigen organisatie natuurlijk ook het voorbeeld geeft naar die inwoner toe. Hoe kan jij naar die inwoner menselijkheid tonen als je dat in je organisatie, als je dat niet lukt? Het enige beleid wat bestaat is het beleid wat wordt uitgevoerd. Dat vind ik ook nog altijd wel een mooie term die hierbij past. Het delen van verantwoordelijkheid, dus het echt samen doen. Niet alleen maar met elkaar naar de manager kijken en zeggen, nou los je het maar op. Of discussies over, nee, dit hoort bij hem of dit hoort bij haar. Ik zeg altijd, als iemand op mij afkomt en het is niet per se mijn probleem, zeg ik, ik neem je probleem niet over, maar ik denk er heel graag over mee. En daarmee zeg je eigenlijk, ik ben er voor je, maar het is niet per se mijn probleem. En het delen van verantwoordelijkheid gaat ook over het menselijke gesprek. Het gaat ook over, ik ga jou niet zeggen wat je moet doen. Je moet eens opletten, ik zeg het nu ook, hoe vaak wij moeten gebruiken in onze termen. Dat is best wel gewelddadig communiceren, om het zo maar te zeggen. We gebruiken ook veel termen uit geweldloze communicatie in die leerlijn. Of sturen, er moet worden gestuurd. Hè? Dus David... deze medewerker die functioneert niet goed. Jij moet daarop sturen. Waarom moet ik daarop sturen? Ik kan toch ook gewoon het gesprek aangaan met zo'n medewerker en kijken wat speelt er nou echt. Proberen die diepere laag te zoeken en van daaruit kijken hoe we samen kunnen komen. Dat is iets anders dan een ukase uitzetten en zeggen jij moet dit doen. En de laatste waarin ik toch vaak denk van hey, hier deel je je verantwoordelijkheid niet. Het lijkt misschien wel zo, dus laten we een werkgroep opzetten. Eigenlijk zeg je dan, nou, het is niet mijn verantwoordelijkheid. Een werkgroep pakt dit op. En dan aan het einde mag ik daar nog wel een keertje wat van vinden. Het hoeft niet altijd zo te zijn, hè? Laat ik dat vooropstellen. Een werkgroep kan ook heel nuttig zijn, heel fijn zijn. Maar het wordt toch vaak gebruikt om verantwoordelijkheden af te schuiven en om keuzes uit te stellen of niet te maken. Zijn hier vragen over?
Zeker, ja? Zeker. Tenminste, in kom maar door, wat leuk dat er zoveel vragen zijn. Zeer actieve chat, hebben we ook om gevraagd. Ja, dus, dat is leuk. Twee, drie vragen eigenlijk in één. Dus, kom maar door. Ja. Ja. Kan een leidinggevende coach zijn vanuit een hiërarchische rol? Dat vind ik echt een leuke vraag, weet je dat? Bij coaching moet er sprake zijn van gelijkwaardigheid. Ja. Maar hoe kijk jij dan hier tegenaan? Ja, ik vind het een hele lastige. Ja. Dit is, Want je hebt vanuit leidinggevende rol, maar ook vanuit improviserend. Je kan er vanuit verschillende perspectieven naar kijken. Ja. Ik denk dat het ook heel erg afhankelijk is van degene die het ontvangt. Ja. En dat het ook een beetje situationeel is. Dat sommige leiders heel goed in staat zijn, ten eerste om die rollen van elkaar te scheiden. Hè? Dat je een zakelijk deel hebt met elkaar en dat je een persoonlijk deel hebt met elkaar. En als ontvanger zijn er ook mensen die dat goed kunnen scheiden. Die kunnen zeggen, er is een persoonlijk deel, er is een zakelijk deel. Maar als jij als leidinggevende inderdaad tegenover iemand zit die dat lastig vindt, waarvan je merkt, en dat is ook vaak iets wat een leidinggevende moet opvallen, een antenne zou moeten ontwikkelen. En dat is super moeilijk. Ik vind dat ook nog steeds heel moeilijk. Ik hoop altijd dat iedereen in een soort gelijkwaardigheid tegenover me zit. Maar dat is gewoon niet altijd zo. Je hebt eigenlijk altijd een bepaalde relatie. En dan moet je tegenwoordigheid van geest hebben om die externe coach inderdaad inzetten. Dan zit het hem daarin. Ja, mooie vraag. Ja, dit was inderdaad even de belangrijkste die ik wilde vragen aan je. Gaan we door? We hebben nog 3 minuten, hè? Ja. Ook een belangrijke is, bepaalt positie en stelt grenzen. Sociaal leiderschap, je kunt tot het oneindige meegaan met je medewerkers, die menselijkheid tonen. Maar tegelijkertijd heb je een organisatie te runnen. En dit is eigenlijk, vind ik altijd, de ingewikkeldste discussie. En ook iets waar ik zelf continu mee worstel. Van hoe ver ga je nou dat gesprek aan? Hoe ver ga je nou mee met zo iemand? En waar zeg je, hey, hier zit een grens. Kan ik niet meer als werkgever dit ook aan jou meegeven. Hier zitten gewoon grenzen aan wat ik jou kan bieden. In mijn tijd bijvoorbeeld. In het systeem wat gewoon zegt dat je een bepaald arbeidscontract hebt en dat er bepaalde regels zijn vanuit HR die zo zijn bedacht. Dit leernetwerk eigenlijk op zijn gekomen is dat het vooral belangrijk is om elke vraag die er komt, elk verzoek die er komt, om daar in ieder geval wel proactief op te reageren. En kijken naar vooral wat je wel kan, welke mogelijkheid je wel kan. En wat je dan ook vaak ziet, en dat is de theorie van je circle of influence. Dat als je proactief in zaken staat, is er ook veel meer mogelijk. Dan geeft het jou en geeft het de medewerker met wie je praat, geeft het ook ruimte om breder en out of the box te denken. Eigenlijk een beetje die ja-en. En in de improvisatie betekent, en ook op de werkvloer, betekent niet dat je alles maar klakkeloos overneemt. Het betekent ja, ik zie wat je bedoelt. En ik heb ook een idee daarbij, een mening. En ik denk dat we het zo met deze kaders gezamenlijk kunnen organiseren. Zijn hier nog vragen over binnengekomen? Eén laatste. Ik heb 2 vragen aan je. Eentje uit de chat en eentje vanuit mezelf aan jou. En dan is het afgelopen. Kan een medewerker ook de coach zijn in bepaalde situaties van de leidinggevende? Ja. Ja? Ja, nou, helemaal. Volmondig, ja. Ja, volmondig. Het is je beste coach. Ja. Zo zie ik het. Ja, medewerkers zijn gewoon, geef jou een spiegel. Ja. Hoe een medewerker op jou reageert, zegt iets over jou. En ook feedback geven vanuit jou als leidinggevende, zegt ook al heel veel over jou. Dus vaak, ik vind eigenlijk feedback geven zegt nog meer over jou dan over de anderen. Mooi. Mag ik nog 1 laatste dingetje doen? Want ik ben bijna klaar. En dit laatste dingetje is, straalt rust en zelfvertrouwen uit. En dat is het allerbelangrijkste. Je gaat met een zekere licht en luchtigheid door het leven. En ik heb hier een zwaan afgebeeld. Die zwaan die zwemt heel rustig door het water. Maar ondertussen is hij keihard aan het trappelen.
En dat is ook sociaal leiderschap. Ja, licht en luchtigheid. Precies. We kunnen nog een uur door. Ja, dat weet ik. Helaas niet de tijd voor, nee. David. Maar ik vond het een ontzettend leuke workshop. Dank je wel daarvoor. Als mensen jou willen bereiken, kan dat via het ANO-fonds gemeente. Precies. Dat was secretariaat ano.nl. Ja, zeker. Ja. Dan zit onze tijd er nu helaas op. Dan wens ik de kijkers thuis heel veel plezier met de volgende workshops die nog vandaag volgen. Mocht je meer informatie willen weten over de ANO-fondsen, bekijk dan vooral hun eigen websites. En dan zien we elkaar bij een van de volgende workshops. Ciao! Hoi!